Renault Antwerpen. De auto's van stad. Dit is Oudendoel, een pittoresk gehucht van Beveren. Alle huizen moeten hier verdwijnen, want omwille van de uitbreiding van de Antwerpse haven wordt dit gebied teruggegeven aan de natuur. Een beslissing waar de inwoners die heel sterk aan elkaar hangen zich niet zomaar bij neerleggen. Wij gaan inderdaad stappen ondernemen. We hebben de bal heel hard aangekregen en we gaan hem heel zo hard als mogelijk terugspelen. Ja, met alles wat we in onze macht hebben. We gaan de politici aanspreken en zo. We gaan doen wat we kunnen om daar toch tegen in opstand te komen. Dit kan niet. Als ze zomaar achter een mens zijn rug zo'n dingen beslissen, ik vind dat niet kan. De bed and breakfast van Dominique is amper 5 jaar oud. Ze heeft er samen met haar man veel geld in geïnvesteerd. Haar droomplek zomaar achterlaten kan en wil ze niet. Ik ben daar niet mee bezig. Ik blijf gewoon verder gaan. Ik had hier nog toekomstplannen om nog wat uit te breiden en zo. En ik ga dat doen. Gewoon doen. Ik doe gewoon mijn ding verder en ze bekijken het maar. Even verderop in de Oud-Arenbergpolder bezet een 20-tal jongeren enkele leegstaande huizen. Ze noemen zichzelf geen krakers, omdat ze de panden opknappen en ook huur willen betalen. Maar de eigenaar van de woningen, de maatschappij Linkerscheldeoever, ziet dat anders. Het zijn voor ons krakers. Ze hebben helemaal geen overeenkomst met ons, dus het zijn duidelijk krakers. Er zijn al zeker een aantal bij die we goed kennen, ja. Die al vroeger ook al veroordeeld zijn wegens kraken. Het is niet aan hen om te beslissen voor bij ons in onze woningen te komen wonen. Daar heb je een overeenkomst voor nodig die van de twee zijden komt. Hè. En dus gaan jullie verdere stappen ondernemen? Zoals altijd met krakers starten we de uitzetprocedure. De bewoners van Rapenburg en Oudendoel worden wel uitgekocht, maar veel verwachten ze daar niet van. Ik denk nooit dat dat genoeg kan zijn. Kom hier wonen, omdat je hier uiteindelijk voor gekozen hebt, zelf voor gekozen hebt. En nu, ja, als je verplicht iets moet doen, dat komt nooit niet goed eigenlijk. Dat is nooit meer uit je hart dat dat komt. En ik vind dat dat wel uit je hart moet komen. Ja. Hier ligt jouw hart, hier ligt jouw leven. Inderdaad, ja. En zo zal dat blijven, ja.